welkom bij deze nieuwe video. Vandaag ga ik me opmaken met al mijn favoriete make-up van het moment. De producten die ik vandaag ga gebruiken zijn de producten die ik echt de afgelopen tijd super vaak heb gebruikt. Wanneer ik ook gewoon geen video's maak, neig ik meestal naar al deze producten. En ze zijn allemaal echt super goed, obvious. Anders zou ik ze niet gebruiken. Dit soort video's maak ik vaak gewoon in een praatvariant. Dus dat ik gewoon ga praten over welke producten ik goed vind. Maar ik dacht, ik ga ze ook gewoon gelijk aanbrengen. Want je kunt ze dan ook gewoon gelijk in actie zien. En ik moet mij vandaag sowieso opmaken. Dus ik dacht, dit lijkt me een win-win voor ons beiden. Een aantal producten zijn ook wat vrijere nieuwe producten. Maar een aantal producten heb ik al heel erg lang en vind ik gewoon heel erg goed. Dus die ga ik ook gewoon gebruiken. Dus dat is wat we vandaag gaan doen. De look die ik ga maken wordt ook super makkelijk. Een mooie soft glam lookje. Gewoon een makkelijke look. En ja, dat is gewoon wat we vandaag gaan doen. Dus vind je het nu al leuk? Vergeet dan niet alvast te liken en te abonneren. Zo blijf je op de hoogte van mijn 4 video's in de week. En dan gaan we snel beginnen met deze video. Mensen, het is echt zo koud. Oh mijn god, ik heb echt gewoon behoefte aan thee of zo. Het is nou 1 uur in de middag en ik heb nog steeds niet geluncht. Oh my god. De ooglook wordt echt super makkelijk. Dus we gaan gewoon vandaag beginnen met de gezichtsmake-up. Ik ga mijn gezicht primen met een nieuwe primer. Maar ik ben echt obsessed. De NYX Marshmallow Primer. Deze had ik ook getest in een video. In een NYX video. Daarin had ik allemaal nieuwe make-up van NYX getest. Oh, mijn handen zijn echt super koud. Ik was zo onder de indruk. Ik heb hem nou ook al vaker gebruikt. En hij is echt super fijn. Hij maakt mijn gezicht zo mooi egaal. Echt super. En die geur ook. Oh, I love it. Die geur is niet ideaal voor mensen die op dieet zijn. Zoals mij nou. Want je krijgt echt gelijk gewoon zin in iets zoets. Maar dit is echt een super fijne primer. Ik moet wel zeggen dat ik hem niet aanraad als je echt een extreme droge huid hebt. Want dan kan hij misschien een beetje uitdrogen. Maar voor een normale huid, een vettige huid, ook gewoon een normale droge huid. Want dat heb ik. Is hij gewoon echt geschikt. Ik vind hem echt fantastisch. Hij is ook lekker plakkerig. Dus je make-up blijft echt zo langer beter zitten. Oké, dan foundation. Foundation, deze bestaat al heel lang. Maar ik heb hem een beetje soort van herontdekt. En dat is de 24 Hour Foundation van Maybelline. Deze bestaat echt al super lang. Ik heb de kleur 48 Sun Beige. Die is echt perfect voor mij. Maar ik had hem opgemaakt. En toen had ik hem niet meer opnieuw gekocht. Ik weet nu waarom niet of zo. Want ik heb hem wel gewoon altijd goed gevonden. Dus toen heb ik hem maandenlang niet gebruikt. En nu heb ik hem weer sinds een week of 2 weken of zo. En sinds ik hem weer gebruik ben ik weer helemaal opnieuw verliefd gewoon. Hij is echt fantastisch. Hij heeft een volledige dekking. Hij ligt echt super mooi op de huid. Echt gewoon amazing. Echt een van de beste foundations ever. En niet alleen van de betaalbare categorie. Ook gewoon vergeleken met al mijn duurdere. Is hij gewoon echt heel erg goed. Kijk hoe smooth hij alles maakt. Zonder het zo dikkig te maken. Snap je? Echt amazing. De concealer die ik de laatste tijd heel vaak gebruik zijn de Wonderwear concealers van Be Creative Makeup. Ik heb hier al over geraved in andere video's hoe goed ik ze vind. En ik gebruik ze nog steeds best wel vaak. Ik mix 2 kleuren, 4W en 5W. 4W doe ik zo hier in het begin om het te verlichten en dan een 5W ernaast. Deze concealer is echt amazing. Ook elke keer wanneer ik ze gebruik vraagt iedereen welke concealer gebruik jij? En het is echt altijd deze. Dus deze wil ik jullie zeker weer eventjes opnieuw aanraden. Ze hebben echt een volledige dekking en je hoeft niet veel te gebruiken. Dus dat is echt toppie. Dan ga ik verder met losse poeder. Deze losse poeder gebruik ik ook al echt heel vaak sinds ik hem heb. En dat is de ABH losse poeder. Dit is de kleine versie, maar ik heb hem nog niet opgemaakt. Dus ik ga de grote nog niet halen. In de kleur Translucent. Ik heb al verteld ook in andere video's hoe fijn ik hem vind. En hoe licht hij ook ligt op de huid, zeg maar. Hij ligt licht op de huid. Dus ook voor de oudere huid is hij helemaal ideaal. Want hij gaat niet helemaal zo in je lijntjes en zo. Dus dat is echt top. Dit is echt een hele fijne poeder. En ook geen flashback. Het is gewoon bijna alsof je gewoon geen poeder op hebt als je hem gebruikt. Echt fantastisch. Dan ga ik mijn neus contouren. Qua poedercontour is er eigenlijk helemaal niks veranderd. Ik gebruik al maanden, volgens mij al jaren, dit paletje van Revolution. En dan deze kleur hier. En dan even sprayen. Ik gebruik mijn Maximo Fixing Spray. Ook dit hoef ik jullie denk ik echt niet meer te vertellen. Oké, dan ga ik beginnen aan mijn ogen. Mijn ogen wordt super makkelijk. Ik ga jullie laten zien wat ik gewoon doe als ik gewoon iets leuks ga doen of whatever. Het paletje die ik echt bijna altijd gebruik is dit Girl of Power paletje van Queen Tarsi. Is echt een geweldig paletje voor everyday of voor een feestje. Al hebben we geen feestjes nou, maar jullie begrijpen wat ik bedoel.
En hier zitten echt perfecte neutrale kleuren in. En ook een paar heftige kleurtjes voor een hele heftige look. Maar ik ga vandaag voor een neutrale look. Het wordt echt super makkelijk. Ik ga het jullie laten zien. Ik ga beginnen met deze ronde kwast van Zoeva. Nummer 228. En dan pak ik hier deze lichte kleur No Limits. Die kleur gebruik ik echt altijd wanneer ik dit paletje gebruik. En dan breng ik die kleur gewoon zo aan in mijn arcadeboog. Dit is nou echt zo mijn go-to look geworden. Lekker simpel, lekker makkelijk, maar wel heel erg mooi. En die kleur breng ik dan ook zo aan op de onderste wimperrand. Dan pak ik een iets kleinere fluffy kwast. Dit is de Zoeva 224 kwast. En dan pak ik de kleur hier, die heet You Got This. Die is iets donkerder bruin. En dan breng ik die kleur een heel klein beetje aan zo hier in de hoek. En that's it. Dan ben ik basically klaar met alle matte kleuren. Oké, en dan die kleur breng ik ook een heel klein beetje zo aan op de onderste wimperrand. Zo, nou is dit helemaal gedaan. En je kunt dan gewoon echt ingaan met elke glanzende kleur die je zou willen. Je kunt gewoon doen wat je wil. De kleur die ik vaak gebruik is de kleur hier of de bruinige kleur hier. Het hangt een beetje af voor wat voor look ik ga. Of dat ik het iets meer donker wil iets meer bruin. Je kunt ook gewoon gaan voor groen en dan zo'n mooie groen aanbrengen. Je kunt basically gewoon doen wat je wilt. Ik denk dat ik vandaag ga voor de kleur Game Changer. En dan pak ik die gewoon met mijn vinger of met een kwast en dan breng ik die gewoon zo'n beetje wild aan en dan ben ik gewoon eigenlijk heel erg snel klaar en dan heb ik een hele mooie look, maar ik heb het gewoon heel snel gedaan. En dan pak ik ook nog deze lichte glanzende kleur, die heet Independent. En die breng ik dan ook zo aan in de binnenste ooghoek om het zo mooi te verlichten. Dit doe ik ook echt altijd. En that's it. En dan is de ooglook af. Super makkelijk. Dit paletje is echt amazing. Wordt zo vaak gebruikt hier. Dan is het tijd voor een winged eyeliner. De eyeliner pen die ik echt straight up, echt gewoon bijna elke keer gebruik, is deze van Messauda. Dit is de Eyes on Fleek Eyeliner Pen. En deze is echt fantastisch. Hij is super fijn in gebruik. Hij is heel erg secuur. Heel erg zwart. Heel veel pigment. Hij droogt ook gewoon mat op. Echt amazing. Deze is zo makkelijk om mee te werken. Ik ben altijd gewoon heel snel klaar. En daarom vind ik hem heel erg fijn. Hij is te koop bij Douglas. Mijn go-to mascara is deze 4D mascara van Clarins. Hier hoef ik niet eens veel meer over te vertellen. Deze is echt gewoon amazing en ik gebruik die nou echt super super vaak. Hij kost wel wat, maar ik vind hem echt zo ontzettend fijn. Vooral voor mijn mini wimpertjes. Dan is het tijd voor nep wimpers. Ik denk niet dat ik hoef te vertellen wat mijn fave nep wimpers zijn. De wimpers van mijn eigen wimpercollectie in samenwerking met Pussy Shop en dan de stijl Fairplash. Ik heb 3 stijlen wimpers uitgebracht voor de mensen die het nog niet weten. En ze zijn allemaal te koop af bij Pussy Shop, want de samenwerking is met hun. En van de 3 wimpers is Fairplash de meest heftige en daarom ook gewoon mijn fave. Dus deze ga ik even opdoen en dan kom ik zo bij jullie terug. Oké, nou wimpers zitten erop, dus ik ben helemaal klaar met de ooglook. Ik ga weer verder met mijn gezicht en ik ga mijn gezicht bronzen. Qua bronzer heb ik weer een herontdekte bronzer. En dat is de Mega Bronzer van Makeup Revolution. Ik heb de kleur 02 Warm. Deze heb ik al maanden. Volgens mij echt al een jaar of zo. Ik weet niet. Gewoon sinds dat deze kwam heb ik hem al. En ik vind hem echt geweldig. Ik vond hem al gelijk helemaal geweldig. Alleen ja, toen ben ik er gewoon even mee gestopt. Omdat er weer allemaal andere bronzers kwamen en dat soort dingen. Maar sinds een tijd gebruik ik hem weer. En ik ben weer helemaal opnieuw verliefd geworden. En nou gebruik ik hem weer super vaak. Hij is wel heel erg heftig. Hij is heel gepigmenteerd. Dus je moet echt maar een heel klein beetje aanbrengen. En de kleur die ik heb, Warm, is ook echt heel erg warm. Je hebt ook nog de kleur volgens mij 01 Cool. En die is iets minder warm, maar ik hou altijd van een hele warme bronzen, want ik heb ook een warme ondertoon qua huidskleur. Dus voor mij werken warme bronzen altijd geweldig. Dus ik vind hem echt super fijn. Hij is ook gewoon lekker betaalbaar. Maar nogmaals, hij is echt heel erg gepigmenteerd. Dat had echt wel gewoon iets minder gekund. Maar als je gewoon een klein beetje aanbrengt, dan is het gewoon prima. Echt, I love it. Dan blush. De blush die ik echt bijna altijd gebruik, is hier niet te koop. Dus ik ga hem wel laten zien, maar ik ga hem niet gebruiken. En dat is de blush van Kylie Cosmetics in de kleur We Are Going Shopping. Dit is echt een fantastische kleur. Hij matcht ook met echt elk make-up look. Het maakt niet uit of ik blauwe oogschaduw heb, nude oogschaduw heb. Deze kleur matcht gewoon echt overal bij. En daarom vind ik hem amazing. Maar nogmaals, deze is hier dus niet te koop. Ik had die ooit besteld gewoon echt op hun website. Dus een dupe daarvan is MAC Blush Peaches. Deze kleur lijkt super super veel op die kleur. En deze blush is hier wel te koop. Dus dan wil ik jullie gewoon even deze laten zien. Dan highlighter. Sinds mijn H&M make-up review video ben ik al obsessed met deze H&M highlighter.
Dit is de Illumination Luster Powder in de kleur Luminous Gold. En hij is ook echt gold. Hij is heel erg goud. Deze gaat jou alleen maar staan als je een warme huidskleur hebt. Met echt een hele warme ondertoon. Anders gaat hij niet mooi staan, want hij is echt super goud. Maar voor mijn huidskleur is hij dus echt perfect. En I love it. Hij is niet te heftig, maar ook absoluut niet heel weinig. Het is gewoon een perfecte glow en ik vind hem echt fantastisch. Dan de lippen. Ik ga jullie mijn fave nude lip combo van het moment laten zien. Ik gebruik altijd mijn Morphe Sweet Tea lip pencil. Deze gebruik ik echt bij elke make-up look. En dan de lipstick van New Standard in de kleur Freckles. Dit is echt een prachtige nude lipstick. En deze samen is echt fantastische nude kleur voor mij. En dit is een Nederlands make-up merk. Dus als je bij hun bestelt, dan support je ook nog eens gewoon een kleiner Nederlands merk. Dus deze lipstick is super creamy. Echt fantastisch. Hij is wel creamy. Niet mat, dus hij gaat niet heel lang blijven zitten of zo, maar ik neem sowieso altijd mijn lipsticks mee om ze gewoon altijd bij te werken. En dan als fixing spray gebruik je de Professional Spray van Benefit. Deze lijkt heel erg veel qua effect op de NYX Marshmallow Primer. Allebei maken ze je gezicht gewoon heel erg egaal. Dus die twee samen, die primer van NYX en deze fixing spray, echt ideaal als je gaat voor een mooie egale huid. Nou jongens, dit was het dan. Dit was mijn full face met make-up producten die ik echt geweldig vind. En de laatste tijd echt heel erg vaak gebruik. Ik ben heel erg blij met een make-up look. Dit is dus echt zo'n look die ik echt heel erg vaak maak. Alle producten die ik dus vandaag heb gebruikt, sta ik compleet achter. Ze werken echt geweldig voor mij. Maar ja, grote disclaimer. Wat werkt voor mij hoeft niet altijd te werken voor jullie. Met name qua gezichtsmake-up. Want gezichtsproducten kan altijd een beetje persoonlijk zijn. Omdat iedereen een ander soort huid heeft en gewoon andere dingen zoekt, et cetera. Maar voor mij werkt dit echt geweldig. En deze producten en dit paletje, jongens. Als je nog een goed oogschaduwpaletje zoekt voor everyday, dan gaat dit echt een top paletje zijn. Ik hoop dat jullie weer hebben genoten van de video. Vond je het leuk? Vergeet niet te liken en te abonneren. Ik plaats hier ook nog twee video's in beeld die je kunt gaan bekijken. En mijn gezicht hierboven om te abonneren. En dan hoop ik jullie weer snel terug te zien bij de volgende video. Doei doei!